Leon van der Geest, afgelopen zomer werd je Europees kampioen trek in de trek. En nu win je een derde plek in Leeuwarden. Wat is de grootste verrassing? Tja, ik denk toch wel die van afgelopen zomer. Ja, nee, maar dit is ook een bijzondere. Ja, dus allebei heel mooi. Niet verwacht. Je gaat met z'n vieren rond. Bart van der Vlucht, je teamgenoot, zit er ook bij. Dan een hele rare finale. Jouw verhaal. Afzien. Jou ook heel goed voor me. Daar hebben we heel goed mee gecommuniceerd. Hij hield me prachtig uit de wind. En maar volgen. Er werd knijterhard gereden voor mijn gevoel. Er werd alles aan gedaan om ons stuk door te laten. In ieder geval om voorsprong te houden op de achtervolgende groep. En in mijn idee kreeg de achtervolgende groep de bel. En wij zijn doorgereden. En dan ineens een rood-geel pak erbij. Ja. Wat dacht jij? Ja, ik vond het wel bijzonder, maar ik heb er niet druk over gemaakt. Wij zeiden gelijk al van, of ik hoorde de speaker omroepen, Robert Post wedstrijd verlaten. Dus ja, dan ga je er ook niet verder mee in. Dus ik ben gewoon doorgereden, mijn eigen koers gereden. Komt de finale, de sprint, dan word je vierde. En uiteindelijk toch op het podium. Ja, nou, ik ben niet de sprinter van degene die erbij was. Dus ja, ik ben maar aangegaan en kijken waar het schip strandt. En weet je, in mijn achterhoofd waren we met z'n drieën. Dus ja, dan doe je er gewoon alles aan en dan ben je derde. En dat is gewoon prachtig. Maar ja, dat was even afwachten en spannend tot het laatst. Nou ben jij de enige met een blauw nummer. Dat betekent dat je eigenlijk thuis hoort in de belofte competitie. Je deed een stapje terug. Maar ja, een stapje terug doen en een podium rijden smaakt toch naar meer. Ja. Dat zou ik erop zeggen. Ik zeg niet te veel, denk ik. Nee, dat is een afweging die ik gemaakt heb. En wie weet verandert het in de toekomst. Maar dit bevalt mij goed zonder druk. Of in ieder geval verwachtingen. Mijn eigen ding erin doen. Dat pakt het nu te goed uit. Staat meteen goed in het klassement, hè? Welk klassement? Algemeen klassement met een ronde voorsprong en al deze punten. Ja, dat maakt me nog ineens druk om, weet je. Dit is gewoon leuk. Dit is mooi. Waar zien we je volgende week in Heerenveen? In de top of in de belofte? In de top, ja. Erwin rijdt sowieso volgende week volgens mij in de mountainbikekoers. Dus ik mag bij de Aas.